Bloodshot Battles Next Gen tryouts voor het volgend seizoen. We hebben hier twee nieuwe MC's die willen laten zien dat ze erbij horen. En natuurlijk zal de deskundige jury bepalen of dat wel gaat lukken of niet. Ik ben Tim. En ik ben Klopdokter. Yes sir. En we gaan het allemaal bepalen zometeen. En de rappers zullen zichzelf voorstellen, man. Rapper aan mijn rechterkant was good. Jara NK, 17 jaar, kom uit Spijkenis. Rems, 17 jaar, ook Spijkenis. Ik verwacht veel van Spikri, man. Goeie dingen zijn aan Spikri gekomen. Die van jullie voor om te beginnen. Jij wil beginnen. Bas, naar het publiek, wil je een beetje energie geven. Derby gaat beginnen, jongens. Eerste ronde, let's go. Deze man connecte me. Hij zei me, ik heb informatie, broer, die echt niet mag lekken. En geen haat, ik wil geen beef, maar ik denk wel dat ik het daarover ga hebben. Ik zeg, broertje, doe rustig. Ik zal het ze zelf over vertellen. Dus, mensen. Ik heb het contact met mijn vader verbroken omdat die man een droeftoeter was. En ik ben het huis getrapt omdat ik had dit ruzie met mijn moeder had. En ik snap best dat je personal moet komen omdat je geen inspiratie genoeg had. Maar ik moet je teleurstellen, want dat kan me gewoon niks boeien gaan. Want kijk. Personal komen is makkelijk. Ik kan ook rappen over dat je je bitch abortus hebt laten plegen. En dat omdat ze dat niet wilden, dat jij ook die klap hebt gegeven. Want dit alles laat zien, je bent een fucking egoïst. Omdat je de ziel van deze wereld hebt afgenomen terwijl je gewoon kon zorgen voor dat kind. Maar, ik ben niet op die vibes, dus mij laat mijn bars brengen. Want je staat op dit moment tegenover een zware jongen in het Wild Westen. Je bars zijn verre van klasse, maar toch wil je fokken met de beste. En je meid, je moet weten dat ik me nog als Ark in de label, en dat vindt die bitch fijn. Vanaf nu laat ik er vliegen door de stad, geen Rotterdam Airline. Shit, hoor dit. Hey. En ik ga je nu vertellen waar ik op sta. Je claimt die hele big spanner te zijn, maar je hebt geen zaaf. Dus hoe kan je claimen dat je iets opmaakt? Want ik vind het raar dat je 8 banen hebt, maar nog steeds niet over de kop gaat. En mijn homie zei me, Rems. Wat nou als jij iets gaat zeggen waar je het niet over gaat hebben? Vind je dat niet kut? Ik zeg, ja, ontzettend. Kijk, het boeit mij niet dat mensen iets van mij weten, omdat ze me toch wel zouden ontdekken. Maar ik ben tenminste mans genoeg om ervan uit te komen, terwijl jij hier alles staat te ontkennen. En hij gaat zo rappen over mijn overleden hond. Dat weet ik, je bent dom, neefje. Het is dom om je teksten aan mensen te geven, omdat die mensen je teksten gewoon aan mij doorspelen. Maar het is best ironisch, omdat je dadelijk met mijn hond een overeenkomst hebt, omdat je na deze battle zelf ook niks meer dan een overleden hond hebt. Time. Eerste ronde voor jou, let's go, man. Hij doet wel stoer. Hoor het down, let's go. Hij doet wel stoer, maar hij is niks meer dan een mietje. Hij voelt zich wel een god, maar dat is niks meer dan een mythe. En je doet aan toneel, en ik maak je toneelstuk, zodat het jou niet goed zal bevallen. Ik eindig je carrière, ik laat hier het doek ook voor je vallen. En ik schrijf bars in de nacht, wacht op die verdere lijns, die ervoor zorgen dat Rem brandt van de Rijns. En ik ben van goochelos, ik laat me geen oor aannaaien, want shit, ik ben gemeen. Ik Da Vinci, jij Mona Lisa, nog een bitch die wordt geframed. Je ma heeft mij leren ballen, als jaren 60 voetbal in de game. Ben jij de grasmat, een groentje en loop ik over je heen. En op je begrafenis kwam ik jou zeker opzoeken. Niet om zijn ma te condoleren, maar om zijn graf te onderpoepen. Want ik ben een betere rapper en pak hem op meerdere hoeken. Ik schilder zijn verlies en ook hier laat ik hem opdoeken. En ik ging ooit Poolse hoogte nemen bij jouw Poolse meid. Maar toen kwam ik erachter dat dat Poolse wijf in haar Poolse snijdt. En er is iemand overleden en je voelde een verrotte pijn. Je zakt op je knieën en je sloeg toen op de grond gelijk. Je draagt de as in je ketting en de pijn die gaat nooit voorbij. Net toen ik sentimenteel wou worden, bleek het gewoon zo rond te zijn. Ook heb jij je relatie, dat is wat ik niet begrijp. Want je gaat al 9 maanden, maar je schaamt je voor je wijf. Je behandelt haar als dat ding in je ketting, bro, en dat doet haar pijn. Omdat je haar doekje neukt is en nog niet jouw kankerdoekje te zijn. Pijn. Het is een traan waar ik eigenlijk nog een ronde van zou willen zien, man, boys. Nu kan ik naar jullie allebei, man. Ik had echt nog een ronde willen zien. Maar, helaas is het maar 1 ronde. En moet de jury nu zeggen wat ze ervan vinden, man. Klopt, we beginnen bij jou. Ja, man. Eerst, ik heb jullie allebei genoten. Weet je, best tof. Als we allebei, zou ik maar gelijk zeggen, ik wil jullie allebei gewoon mooi in de league zien. Wat bij jou geldt, je begon inderdaad met de personal dingen en waar je heen ging. Maar dan miste de boys. Ik dacht, gaat hij nog boys gooien? Nou, gelukkig gooide hij een paar. Ik vond dat aspect iets minder in deze battle. Wat ik wel tof vind, is dat je echt een verhaal van hebt gemaakt. Ook van begin tot eind eigenlijk. Waardoor je echt blijft luisteren van, oké, wat gaat hij zeggen? Werk nog iets meer aan je boys. Probeer die nog iets harder te maken. Want het is gewoon echt een kwestie van tijd, want je hebt het in je. Maar wat mij betreft, door. Ik wil het wel zeker zien. Voor jou geldt eigenlijk hetzelfde, ook heel tof gedaan, je wordplay is echt heel tof. Pas op dat je niet te veel in wordplay vindt, dat je af en toe ook nog
iets meer concreter komt. Hoewel het er wel in zat hoor, dus het is echt meer een soort advies dan kritiek. En ook voor jou geldt hetzelfde, ik vond tof, je delivery is ook tof, allebei door, maar terug. Ja. Op zich ben ik het wel eens met Klopp, wat ik wel moeilijk vind, omdat jullie komen allebei spijken, dus jullie kennen me. Soort van. Wat het makkelijk maakt om voor jou bijvoorbeeld heel personal te gaan op hem en jij heel veel dingen voor hem te weten. Daardoor ben ik blij dat jij uiteindelijk wat bars hebt gedaan en jij hebt in het begin een workplace gedaan. Want wat het voor mij niet moeilijk maakt, van als je geen personals hebt, wat kan je dan? Weet je, omdat je heel veel personals hebt gedaan, maar ja, je komt uit dezelfde stap, dus dat is doable. Als je straks tegen Giant moet, wat fuck weet je over hem? Dus dat maakt het moeilijker, hè? Dat heb jij man. Weet je, maar dat maakt het moeilijker, dus. Maar ja, het was gewoon niveau technisch, had ik er geen probleem mee. Ik zou als het jou was inderdaad iets meer rust nemen, iets meer gewoon je punten pakken, intonatie leggen waar de punch valt. En jij kan iets, ik ben nog iets te, als ik dit kan iets gewoon chill. Dus breng het gewoon met zo meer zelfvertrouwen in de bar zit genoeg voor je. Dus ik zeg ook gewoon door. Ja man, ik sluit me aan bij wat de heren vinden. Props voor jouw boys, props voor jouw performance. En volgens mij zijn ze wel level up. Wat jullie nu doen is goed, maar dat kan wel beter, vind ik. Maar ja, ja, ja en ja man. Boys zijn door. Laat weten wat jij van de boys vond. Stem op de winnaar en abonneer, like en deel. Check het volgende keer man. Bang bang.